Friet, wat kunnen de mensen vanavond van jou verwachten? Ik zing een beetje, liedjes die ik maakte de laatste jaren. Ik vertel heel veel. Het is heel veel humor, want er zitten ook heel intieme, innige momenten in. Dus in Nederland heet dat cabaret. Ik deed heel veel congressen in het buitenland, presenteer met top, Tony op. En plots... Ik had schildklierkanker hier. Ik wist niet dat ik een schildklier had, dat was hier ergens. Hier zit dat. Ik weet niet, voor de mensen die dat niet weten, dat zit hier. En dat regelt alles automatisch. Dat is zo'n beetje een thermostat van je lichaam. Er zat een tumor in van 3,5 centimeter, als ik die toen durf het goed. En de dokter zegt tegen mij, rustig, zegt ze, wij moeten alles verwijderen. Nee, we gaan je volledige schildklier moeten verwijderen. Alles moet eruit. Want na de operatie werd ik stukjes aan een vraagje. Ik heb tot op vandaag nog altijd geen woorden gevonden om uit te drukken hoe vot dat ik was. Het is licht en het is donker. En het voelt heel raar. Tussen liefde en haat. Niet meer weten waar het over gaat. En graag reizen naar dromen, waar het goed zou moeten komen. Naar waar lichamen in mijn hoofd, ik alles doen kan wat ik had beloofd. En als het familiefeest is, dan is het bij ons altijd stoelendans. En ik ben zeker dat ik altijd win. Toch? Hey Friet, ga het chance, want jij hebt een parkeerplaats. Ze zat de hele dag zat ze bij mij in het ziekenhuis aan mijn bed. En dan s'avonds om 8 uur, voordat ze gekeken had of dat Mariette of Kaatje was, dan ging ze naar huis. En dan was ze na een half uur later was ze thuis, tegen 8:30. En het eerste wat ze moest doen was iedereen opbellen. En iedereen altijd maar rust met Friet, rust met Friet. En dan kon ze om 9:30 eindelijk een boterhammetje in haar mond steken. Om een half uur later wenend in slaap te vallen. We hadden gisteren een kleine ruzie. En zei de dingen die we niet echt meen. Wat van nog meer? Als ik het nu zie, want we hebben bijna erg lang in tenen. Je blijft mij altijd oneindig fascineren. Ik word altijd veel zweer van je hand. Als ik het nummer voor Annie zing, voor mijn vrouwtje, elke keer, ik heb het nummer al duizenden keren gezongen, elke keer, bah, komt dat binnen en raak ik geëmotioneerd. Elke keer weer. En de dag dat ik dat niet meer heb, dan stop ik. Want dat is teken dat ik maar iets aan het doen ben. En dat ik niet meer hart en ziel ben. Wat ga jij spelen vanavond? Filet d'Anvers, mijn eigen repertoire dus, in het Antwerps. Bestaande nummers. Ik doe eigenlijk hetzelfde als hetgeen dat de Strangers heel hun leven hebben gedaan. Ik kon niet meer zijn land komen. Een vrouw wat graag is dan door toch niet bestaan. Ga ze vermaaien, vrouw.
veel mannen koeken met haar jassen benen. Heeft het woord haar jassen benen. Naar Jan de Rans gezegd, waar kun je zonder broek aan op beginnen? Wat kan het publiek van jou verwachten vandaag? Wel, ja, de meeste mensen weten nog wel dat ik 23 jaar geleden op VTM, dat is een Belgische zender, de Soundmix Show heb gewonnen als Tom Jones. En ja, de mensen blijven dat vragen, nummers van Tom Jones te doen. Er is geen mens met wie ik wil praten. Wie kan mij begrijpen? Alleen jij, alleen. Kosten! Oh, kan door zo'n brief. Ik voel me zo leeg. Een applaus voor jullie zelf. Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar is het ook. Kom eentje bij! Fantastisch. Ik moet zeggen, de sfeer in Binnendorm is altijd ja, geweldig. En het zit hier vol Vlamingen natuurlijk, ja, mensen die je allemaal kennen. En ja, dit is, het is een beetje thuiskomen hier. En ja, de nummers die ik dan breng, ja, die slaan allemaal in als een bom. Dus dat is genieten, dat is echt genieten. Ja.